Hey Giel, even terug naar gisteren. Zullen we het toch even over hebben? Oké, ja, als jij dat wil. Ik niet, nou, het bizarre is, ik had vorige week... met wie had ik een interview? Met ANPEA. En die vroegen, ja, waarom... waarom wil je Giel te gast hebben? En ik een hele loffe uiting gooien en zo. Had je het zeker? Had je dat gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen. Een hele loffe uiting gooien over nou, Giel, de laatste 20 jaar, radio, dit en dat, zus en zo. En 4 dagen later gebeurde dit. Je won 4 keer eerder een Marconi Award voor beste presentator. Nog steeds af van te riebelen, dat zul je altijd blijven. Achter de schermen was je een inspirator voor velen. En dat ben je ook nog steeds. Een aanvoerder die weet wat een zender nodig heeft en hoe hij een team kan motiveren. En die Marconi Oeuvre Award, die is er. Jezus. Voor alles wat jij hebt gedaan. Een presentator van de jury zeker weet dat het aanstaande afscheid geen vaarwel betekent. Daar zijn hij en zijn luisteraars en wij allemaal nog lang niet klaar voor. Giel, de Marconi Oeuvre Award. Jezus. Meer dan verdiend. En hier is het juryrapport. Eerst voor jou. Dank een diepe buiging voor Giel Beelen. Dank u. Op zijn sokken. Ik start maar een applaus hier zelf even. Was je, nou, wat voelde je? Nou, ik vind echt, ik heb het niet teruggeluisterd. En nu hoor ik ook ineens, dat vind ik wel mooi, dat ze mij gewoon zo, dat ik een team goed kan besturen. Ja. Dat ik gewoon een beetje de Matthijs van Nieuwkerk van de radio ben, zeg maar. Dat vind ik goed te horen. Hey. Nee, ja, het was ongelooflijk waar. Ik weet normaal gesproken altijd alles van mijn show. En mijn team weet ook geen gekut qua verrassingen. Nee. Maar ze weten dus ook wel wanneer het eigenlijk stiekem wel een goed idee is. Dus ik zit helemaal gewoon, ik zit naar de Instagram van Rondé te kijken, omdat die plaat net afgelopen is. En ik denk, ik ga even... Ja, goeie jongens, vind ik ook, ja. Ja, nee, ik ga even oplezen waar ze staan jongens. En zo. Kijk ook vaak naar die Insta, goeie jongens. Nou ja, en ik zit dat echt, zit helemaal in mijn telefoon. En dan staan ze in de FNR, bla, 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 bla. En ineens hoor ik een stem. En ik denk, god, dit is een soort wat ik bij Sander Hogendon flikt of zo. Weet je wel, ik word gewoon gekaapt hier. Ja. Kijk ik rechts van mij, heeft Gerard gewoon zelf zijn schuif hier open gegooid van die microfoon. En toen stond hij daar. Ja, dat is iets, dat denk je totaal niet over na. En ineens is het dan zo. En dan vond ik het in het begin, zeg ik eerlijk, een beetje ongemakkelijk. Omdat ik wel echt dacht, ja jongens, het is nu wordt het wel heel erg een soort einde. Ja. Maar ja, wat ik net al zei, gelukkig zat het erin dat het er ook vooral nog toekomst in zit. Ja, ik vind het een grote eer. Ik bedoel, als je het rijtje ziet... Ja, wie hebben er gewonnen eigenlijk? Wie hebben er nog meer gewonnen? Wisselt toch ook? Ik weet het niet zeker. Ik kan me vooral herinneren dat Felix Murders hem won. En dat hij echt een genadeloos goede speech op de uitreiking had, zeg maar. Ik weet dat Tineke hem heeft gehad. Ja. Maar ook Edwin Evers. Ja, Stefan Stassen vorig jaar. Ja, dat is allemaal wel echt legends. Dus dat is gewoon top. Kan niet anders zeggen. Mooi man. Ja, is echt, je pakt het toch maar even mee. Ja, nee, en ik vind het ook wel echt lekker. Want daardoor is het wel heel erg de vibe van... Hey, ik kom terug en ik vind het ook lekker van die gasten, moet ik eerlijk zeggen, dat ze het niet op mijn laatste morgen hebben gedaan. Want het is al een beetje zo'n, vind ik, wat ongemakkelijke avond. Ja. Dit was gewoon lekker in mijn habitat, wat Gerard ook zei, op mijn sokken, omdat ik gewoon dat altijd doe. Ja. Het was top. Ja. Mooi man, mooi. Ja, en heel veel felicitaties gehad van mensen waarvan je niet meer wist dat ze je nummer hadden. Of hoe kom je eigenlijk aan mijn nummer, maar het is top. Ja. Hey, en dan morgen, wat laten we dat dan voor mensen die denken, ja, waar gaat dit over? Ja. En hoezo is dat? Wat ga je morgen doen? Misschien moet ik mezelf sowieso even voorstellen. Ja, wie is het ook alweer? Hallo, ik ben Giel, ik ben hier ook ooit geweest, althans in het glazen huis. Nou. En nu mag ik weer even hier te gast zijn. Ik doe nu iets bij NPO Radio 2, maar ik ga daar mee stoppen, want het leek me spannend. En dus maak ik morgen in ieder geval mijn voorlopig laatste radioshow. En in 2023 even geen radio. Och, en wat heerlijk dat je gewoon hier bent vannacht.